Oké. Levin? Kijk het verschil. Dames, jullie moeten even van de master leren hoe jullie moeten lopen. Ready for action and go! Oh, Daan, jij bent of niet? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Deze man is 10 minuten te vroeg. Maat, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat? Je bent 10 minuten te vroeg. Bizar, hè? Ja, ja, is gewoon dit. Het is echt zo. Hij is 10 minuten te vroeg. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wat een lekker weer. Het is Koningsdag. En we gaan er een feestje maken. Een feestje van maken vandaag. Ik ben gewoon helemaal... Ik sta perplex. Zo. Ik sta gewoon echt perplex. Hij is... Het blijft hard, hè? Het blijft niet hard, man. Oranje shirtje aan. Goed, hè? Maat. Wat leuk dat je er bent. Oh, gast. Ik flex. Zo, bro. What's up, bro? Vandaag, heb je er zin in, ja? Ja, man. Ben ik dan? Ja, tuurlijk heb ik er zin in. Ik vind het gewoon geweldig dat je gewoon er bent. En dat ik zo vroeg ben. Ja, dat je zo vroeg bent, dat bedoel ik eigenlijk. Ik kom niet eens uit mijn woorden, man. Nou, weet je wat het is? Ik dacht gisteravond gewoon eens een keer van... morgen wordt waarschijnlijk een leuke, maar ingrijpende dag. Hè? Qua alcohol en weet ik wat allemaal. Dus laat ik gewoon eens vroeg naar bed gaan. En ik viel gewoon om 1 uur 's nachts viel ik gewoon in slaap. Dat is voor jou heel vroeg, dat ja. Dat is heel vroeg, dus werd ik gewoon 11 uur wakker. Helemaal topfit. Ja, toen ben ik gewoon gelijk mijn dag begonnen. Lekker gaan douchen en lekker spullen pakken, weet ik wat allemaal. Nou, geweldig. Ja, je bent welkom. Nou, lekker eitje. Mm-hmm. Ja, lekker eitje. Ik wil ook een lekker eitje, bro. Ja. Vannacht was heel zwaar. Vallen ze zwaar? Door Koningsnacht? Veel te snel gegeten. Zo, bro. Ja, bro. Goed, jongen. Ja, die dames zijn er dan over 40 minuutjes of zo. Nou, goed getimed dan toch? Ja. Wat eigenlijk de planning was, is dat we wilden eigenlijk misschien iets doen met de Hardstyle Festival of in de stad of zo. Alleen, om heel eerlijk te zijn, ja, Roy, we spreken uit ervaring. Het wordt steeds meer Mission Impossible voor ons. Dus dachten, weet je, we gaan gewoon hier zuipen. Nou, ook een goed idee. Ja. En er waren een paar dames die wisten nog niet wat ze wilden doen. Dus die kwamen hier gezellig heen. We gaan gewoon hier helemaal ervan af. En zo gaat het, en zo is het. En zo blijft het, en zo is het altijd geweest. Detail, de koof staat ook op oranje vandaag. Conclusie, je hebt onze sop. Staat allemaal op tafel. Ja, nou ja, daar gaan we toch maar terug. En actie! Oké, we gaan Rara Wat Ben Ik spelen. Ja, dit is Roy's formaat, dit is Opus formaat. Zet eens bij Roy op zo. Ja, dit is gewoon mijn formaat. Zet eens bij Roy op. Ik kom over. Rara aan de muur. Zet jij deze eens op voor Roy? Het is gewoon een ketting voor mij. Dat is gewoon een ketting. Hier wordt je gebrek aan hersencapaciteit. Ja. Nou, hier, doe jij je. Maar Roy, ik lach je wel keihard uit, maar we hebben hem op dezelfde. Jij doet niets bij het bal, met een kleine hoofd. Oh, dat is goed. Ik kom nou. Ons gewoon een tulband. Dit is voor mij gewoon een ketting. Ik kan hem letterlijk aandoen gewoon. Oh, wat goed, hè? Zo. Dat gewoon past. Kijk het verschil. Maar jij denkt het kleinste hoofd van iedereen hier. Ja, nou, dat denk ik wel, ja. Nou begin ik ook te twijfelen, hoor. Huh? Nee, dat past niet. Ja, ook. Gewoon een necklace. Nou, we gaan raar. Rara. Sorry? Nu moet ik gewoon raden, toch? Ja.
Maar gaan we een biertje? Hij komt er niet uit. Hij kunt dat niet vinden. Ik wil hem alsnog horen, kan ik jullie vertellen? Waar gaan we een biertje drinken dan? Ja, gewoon lekker aan de pieraad. Pieraad. Ik heb wiskunde... Wow, hey, die heb ik nog nooit gezien in de hele ik stapel. Ik heb wiskunde altijd al moeite gehad, hè. Ik denk dat ik nooit van mijn leven pieraad. I don't know what I am. Wat gaan we, wat wordt het idee met deze shotjes dan? Wat gaan we hiermee doen? Nou, jij kwam met het beste idee van Nederland. Om, als je het niet binnen 5 minuten hebt geraden wat je bent, een shotje te doen. Ja, oh, dan gaan we bij deze toepassen. En dan worden die shotjes. Dan gaan we dus per persoon dan. En dan mag je helemaal vragen rond. Mag je helemaal vragen, je mag alles vragen. Okay. Totdat je weet wat je bent. Okay. En als je niet weet, shotten. Mag ik beginnen? Dit is wel een perfect spel voor anno 2023. Niemand weet wie die is. Nee. Ik weet zeker niet. Een spel die vol op de tijd doen eruit kwam. Wat voor vragen moet je dan stellen? Totdat je weet wat je bent. 1000. Wat ben ik, hé? Ja. Het is niet meer wie ben ik. Nee, wat ben ik? Misschien ben ik wel een plant. Weet ik. Ja, moet je dan ook water geven? Morgen is alles mogelijk, hè? Oh, ja, als iedereen maar gelukkig is. Nou, ook ben je klaar met bellen met je moesie? Jezus, ja. Jezus, je lijkt wel kaal zo. Nee, hey, let's go. Yes. Ladies first. Wil je dat ik begin? Begin maar. Leef ik? Nee. Nee. Ben ik eten? Wacht, hebben we het over het kaartje of over jou? Ben ik eten? Nee. Ja. Consumptie. Ja. Oh, dat is geen ja nee. We mogen alleen ja nee zeggen. Dat wordt heel lastig voor mij. Ja, eten, ben ik koffie? Nee. Nee. Ben ik thee? Nee. Hey, moeten we niet de timer aanzetten voor het shotje? Een hele domme fout op dit moment. Als je het niet... Wat zeg jij nou? Als je het niet binnen 5 minuten raadt... Dan moet je een shortje en we hebben geen timer. Ja, dat zeg ik net. Oh. Nou, hier komt de timer. Ja, maar ik zat te bellen. Ja, ik heb de timer. Ik heb een heel goed idee. We zetten gewoon een timer aan. Hij staat aan. Dat was ook eigenlijk. Okay. Vind ik wel een beetje timer. Ja. Okay, kan je wat drinken? Drink je met dagelijks? Nou, de meeste mensen wel. Ja. Water? Nee. Nee. Ben ik frisdrank? Nee. Ben ik gekleurd? Nee. Ja, nee. Jawel. Ja, officieel niet. Maar je hebt een glas? Ja. Hoi, zo moet ik hier gewoon een livestream doen en dan met de kijkers dit doen. Ben ik? Maar dan kan ik mezelf zien in de... Ja, dan swipe je toch even weg. Wodka? Oh, leuk. Nee. Ben ik wodka? Oh, wil je wodka? Ja hoor. Nee. Wil je meer Malibu? Oh nee, ik ben geen alcohol, toch? Nee. Nee. Kan je me mee naar school nemen? Ja. Ben ik Wiki? Nee. Ben ik een merk? Ja, nee. Nee. Ja, het is je hebt wel... er merken van. Ja. Maar je bent het niet. Nee. Maar je hebt mij in een glas. Ja. Kan. Melk. Ben ik melk? Oh, wat goed, het kan. Ja, je bent melk. Maar niet zomaar ben ik melk. Ja. Zomaar melk. Karnemelk. Nee. Koemelk. Nee. Oh, ja, inderdaad. Ze hebben het nog niet helemaal geraden. Je bent gewoon melk. Je bent melk. Huh? Ja, ik ben geen, je bent geen glas melk. Maar je bent wel melk. Maar je bent wel melk. Maar je bent geen glas. Ben ik gewoon een melk? Pak melk? Ben ik gewoon een... Ja! Dat is hem! Yes! Ik kon hem aan het winnen. Goh, ik heb dorst, ik pak melk. Dat was wel moeilijk. Oké, ben jij er weer? Ja, maar de ladies waren je first, tijd gaat... Oh. Nee, doe maar. Oh, doe maar. Ja? Ja. Je tijd gaat nu in. Leef ik? Nee. Ben ik te consumeren? Ja. Ben ik lekker? Ja. Heel lekker! Ben ik zoet? Nee. Ben ik bitter? Nee. Ben ik zout? Ja, kan. Ja. Ja, jij zou het opschrijven als zout opzet. Ja? Ja, jij zou het opzetten. Maar zo goed. Ja. Voedingswaarde. Zout het sowieso in de supermarkt. Ja. In de bakker ook? Nee. In de slagerij? Nee. Nou, bij deze slager kan je het wel halen trouwens. Ja, maar niet Dit zet je op een dwaalspoor. Nee. Ja, nee, vergeet ik heb echt nog nooit iemand gehoord, gast. Ik ga naar de slager, want ik heb zoveel zin hierin. Nooit. Jij hebt het wel. Okay, echt nooit gewoon, nooit. Ik ben helemaal klaar met die maaltijd, aan de kant en klaar. Hey, maar hebben we wel een timer aan staan? De timer staat aan, hierop. Oké, okay, heel of goed. Of op mijn telefoon, wat is die eigenlijk doen? Nee, weet ik niet. Geen idee. Ik zou het omschrijven als zout. Maar je zei net iets over kant en klaar. Ja, vergeet dat. Ben ik gezond? Ja. Ja, ligt er allemaal. Nou, ik vermijd het in mijn dieet. Ja. Ik niet, ik vind het lekker. Okay. Is het niet Aziatisch? Nee. Is het Europese keuken?
Ja. Is het Noord-Europa, Zuid-Europa? Ja. Is het Spanje, Italië? Is ja. Pasta? Ja. Spaghetti? Ja! Ben ik spaghetti? Ja! Wow, die heb je echt snel! Ja, die zou ik maken hoor! Ja, ja, maar zie je wel dat jij had het gezegd, hè? Ja. Van iets over aderen en weet ik veel, polypen, weet ik veel. Nee, jammer. Ja? Dat was laat. Ik vind die van jou wel echt geniaal. Ja, blijkbaar is het dus iets wat bij me past, hè? Nou, laten we zo er al één hint, je bent er wel gek op. Ja, oh. Oké, maar niet... Frikandellen. Nee. Airfryer. Airfryer. Oké, zet jij een timer of zet ik hem? Oké. Waar heb ik dat ding? Bij wekker, een klok. Ja, oké. Ja, loopt die? Nee. Oh. Oh, daar gaat ie. Ja. Ben ik een object? Nee. Ja. Ben ik een dier? Nee. Ben ik een persoon? Subjectief vind ik je objectief. Ben ik een hè? Ben ik een persoon? Nee. Pas ik op één hand? Ja. Kan. Ja, kan wel. Ligt eraan, ja. Lig ik in huis? Kan. Ja, soms. Meestal wel. Als je het haalt wel. Dat is echt zo'n kut, ik hoor het alweer. Ben ik in een supermarkt koop? Ja. In een supermarkt. Ja. Gewoon bij de plus. Ja, ja, ja. Ja. Hier ben ik elke supermarkt in Nederland. Supermarkt. Bij de kassa. Lig ik bij de kassa? Nee, nee. Bij de pasje. Lig ik bij een... maar kan je mij consumeren? Ja. Jazeker. Ja. Oké, dus het is een keer op. Ja, als jij het hebt wel. Ben ik saus? Nee! Ben ik een hele goede vraag. Ja! Sausmeister, hoor. Ja. Lig ik bij de soepen? Nee. Lig ik bij de verse afdeling? Je hebt daar niks te soepen. Lig ik bij de verse afdeling? Nee. Lig ik bij de vis? Nee. Lig ik bij de koekjes en snoep? Nee. 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 Lig ik bij de drank? Nee. Bij de bier en drank, bij de chips, nee. Bij de... Nee. Lig ik in die fucking supermarkt? Moet dat even denken. Weten. Je hebt veel meer andere waarden, ik bestel. Ja, ja, ja. Lig ik bij de slager? Nee. Nee. Wel in de buurt. Ik moet even weten waar in de supermarkt ik lig, dan kan ik verder. Nee, ik zou dat loslaten en ik zou gewoon raden op wat je lekker vindt. Dan blijf je eeuwig gaan, ik weet het, maar... Is het een kruidsoort? Is het kruiden? Nee. Gaat dit over je eten heen? Nee. Is het een bijvoeglijk iets voor eten? Nee. Huh? Maar het hoeft ook niet op één hand. Het is ook zeg maar wel groter. Ja, ja, oké. Okay. Want jij zit nu in één hand. Maar je kan het dus eten. Okay. Wel lekker hoor. Ja. Het is echt, maat, jij kan hier... Oh, jij kan het echt goed bikken hoor. Ja? Ja? Echt, ja, gaat schranzen. Is het vlees? Nee. Is het vegan? Nee. Ja, kan. Kan, maar dat ga jij niet... Nee. Dat wil je niet. Ik zou niet linken. Is het een hamburger? Lekker. Is het een cheeseburger? Is het was geen vlees. Oh. Ik heb nog even hoor. Het kan. Nee, niet in het biertje kijken. Oh, ik dacht je in de reflectie van je pils ging kijken. Ik heb een tijd dat kijken. Dit wordt het eerste shortje, denk ik. Je kan het dus eten. Je kan het dus eten. Ik hoop bijna drie. Ja. Is het zoet? Ja. Is het heel zoet? Zit er veel suiker in? Ja, man. Zit er veel vet in? Ja. Ook, ja. Ah, oké. Oké. Now we're talking. Is het chew? Nee. Nee, dat is puur vet. Dat is gewoon gesmolten boter natuurlijk. Het is heel zoet, het is iets heel vets. Of doe je jus d'orange? Maar het is echt geen saus. Is het ook geen dressing? Nee. Nee. Is het iets wat je door je eten heen doet? Nee. Kan dat? Het is geen vlees. Nee. Maar het is wel vegan. Maat, je zit... Het kan. Je zit in de verkeerde hoek te denken, maat. Wat je net zei met zoet en zo. Ja, hou zoet vast. Is het snoep? Nee, man. Als je hem raten gaat, dan zou je zeggen, oh godverdomme, ja, ik weet het, ik had het kunnen weten. Kan je dit drinken? Nee. Laat ik het zo zeggen, jij bent er gek op, maar wij ook allemaal. Ja. Koop je dit en denk je van, dit ga ik nu even opeten. Ja. Ja. Ik koop het niet heel snel. Oké, dit is dus wel een snack. Ik koop het zelf nooit aan. Nee, niet te veel zeggen, want dan kan niet raden. Ja. Of gaan we een beetje gunnen? Nee, Nog maar een minuut. Oh. Ja, dat ga ik nooit raden. Jawel! Ja, je bent er bijna, maat. Is het een toetje? Je kan het als toetje doen, maar je kan het echt als toetje doen. Maar het is meer een ander, Is het jam? Is het pudding? Wat zijn dat geen toetje? Nee, kan er wel in zitten. Maar dan zeg ik misschien te veel. Is het een taart? Ja! Wow! Oh, yeah. Je bent een taart, maat! 4,5 minuut! Je was er bijna de lul. Ik ben hier zo slecht in. Nou, kom op, maat. Maar... Nu komt de kritiek, kom maar door. Nee, maar waarom zeg jij sham? Je zegt...
Ja, alles wat in je ogen. Ja. Hij is gek op alles met jam en saus en ja. Daar ben ik klaar voor. Let's go. Leef ik? Nee. Nee, man. Ben ik een object? Ja. Nou, ja. Gebruik ik mij in de keuken? Ja. Nee, kan wel in de keuken voorkomen. Ja, dat is echt kut. Maar je gebruikt het niet. Nee. In de keuken. Oké, nee. Gebruik je mij buiten? Ja. Gebruik je me dagelijks? Kan. Kan. Sommige mensen wel. Ja, best wel veel mensen wel, man. Voor te tuinieren? Nee. Kan. Wat zeg jij nou? Kan toch? Oh, je bedoelt om te tuinieren? Ja. Nee. Tijdens of om, dat is een groot verschil. Nee, godverdomme, varen. Kijk, ik leef niet. Ben ik groot? Kan best lekker zijn. Ben ik groot? Nee. Klein, klein ramant. Ja. Eén hand. Pas wel in ongeveer. Één hand. Pas wel in één hand. Ligt aan je hand. Oké. Okay. Ja. Dus het kan in mijn hand ook dus niet. Je kan het drinken, is het gezond voor je? Nee, man. Drink je dagelijks, want je gebruikt wel dagelijks. Het kan. Nee, dat is zeker niet gezond. Maar je kan het drinken. Werkt kut, sorry. Ja. Allemaal toegevoegde onzin. Fucking hell. Ja, één ding klopte niet op de taart. Oh, hij heeft het. Ja, zeg het maar. Ik in een pak. Of... Zeg het even. Ja. Ja. Ik zit in een pak. Ik vroeg of ik op een verse afdeling lig. Dat is absoluut wel zo. Ik ben wel echt drinken. Ik ben echt gemaakt om te drinken. Ik paard op een verse afdeling, ja. Dat vind jij niet vers dit. Ginger shot. Ginger shot. Nee, dat mogen alleen mensen met rood haar. Maar man, ik snap er helemaal niks van. Ik vraag, letterlijk kan je maar gebruiken in de tuin op de tuin huren en het wordt nee, ja gezegd. Nee, het zou niet. En ik zit in een pak en ik ben vloeibaar. Hoe de fuck wil je mij gaan gebruiken in de tuin? Nee, ik ben wel voor lekker in de tuin. Ja, dat kan. Oh, het is gewoon... Oké. Is het alcohol? Nee, dat kan je ook niet gebruiken in de tuin, maar dat is ook niet. Oké. Kokke, je hebt nog 30 seconden. Ben ik een groot merk? Wordt veel verkocht. Het wordt veel verkocht, dagelijks. Je hebt er grote merken van, wij gaan je helpen. Grote merken van. Dus ik ben een A of B merk. Kan allebei. Ja, het kan allebei. Maar je hebt meerdere merken, gewoon skeren merken en goede merken. Wel appelsap. We willen eigenlijk wel een shirt. Die vibe voel ik niet helemaal. Appelsap. Dat snap nee, ik. Ja of nee? Nee. Citroensap? Algemener. 5. Algemener. Ja, 3. Fuck! 2. Nee! Ja, 1. Welke wil je? Kut, sorry. Welke wil je? Welke maar dan ook het staat er wel op als appelsap. Soort van, toch? Ja, ik vind hem echt wel tellen hoor. Appelsap, pakje sap. En er staat letterlijk ook een appel op. Nou, ik vind het ook een shotje wel tellen. Nee, ik vind het niet zo raar. Ik zeg appelsap, dit is duidelijk appelsap. Dit is toch wel appelsap. Malibu? Ja, maar er staat een grapje sap. Ja, maar dat heb ik nooit van de rekening gehad. Doe maar lekker die gin, die vind ik heerlijk. Gin van Havana Club. Oh, het is die ranzig. Ruik er eens aan. Ja, deze is gewoon goed. Ja, die is wel leuk. Oh, je geeft me ook de lekkerste zeker? Ja. Kom op, maar nee, dat vind ik echt niet eerlijk. Nou, wat is daar eigenlijk eerlijk? Gewoon, heb je een pakje sap gezegd? Nee, maar dit is nou. Oh, fuck. Zij moest toch ook pak melk... Ja, maar... Wat de hel? Ja, zij moest toch ook pak melk zeggen? Ja, maar voor mij niet. Toen zij melk zei, ja. Wat de hel? Lekker. Roy en ik zeiden al, we hebben zin om te zuipen. Jij hebt het ook gezegd. Ik zeg appelsap, staat letterlijk 100% op. En je ziet een appelsap. Oké, gaan we nu discussiëren om een fucking kaartje of niet? Ja. Maar discussie klaar, Roy heeft hem genomen voor je. Thanks bro. En finito. Ja. Hey, hallo. Het was wel een pakje appelsap. Ja, maar dat kan niet. Maar wel... je zei appelsap. Ik zei appelsap. Dus je zei geen pakje. Ja, Marijne gaat het nu demonstreren voor je. Ik wil het alleen maar op beeld wel gezien. Ik wil het in real life zien. Ik zei appelsap. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Oh, snel. Wow. Als hij een club inloopt, zie je ze van de stoelen afglibben hoor. Ja, dat snap ik. Ja, ik glij ook wel weg. Ik doe mijn best. Oké, je kan zo dweilen hoor. Oké, je kan zo dweilen. Ook een mis met de club. Sorry, maar ook ik zie je altijd dweilen. Ook houdt het huis zo schoon, dat is niet normaal. Dat is echt zo. Echt? Wat goed. Ja, I love it. Ik hou van jou. Oké, jongens, ik moet nog. Schoonmaken. Oh, ja. Ga je de timer bijhouden? Ja. 1, 2, en go. Thanks, man. Ben ik, lig ik in de supermarkt? Nee. Ja, jawel. Oh ja, wel, ja, natuurlijk.
tuurlijk, ja. Oh, maar dat is 12 spoor. Ja, dit is 12. Ik zeg nee. Ik zeg ook nee. Nee. Maar... Hey Roy, het is een spelletje. Je mag het best speels maken. Het is geen Fortnite potje, weet je. Ik zit alles in perfectie. Kom op nou. Je moet haar toch wel helpen. Nee. Zo dan ben ik eetbaar. Ja. Oh. Je bent eetbaar, ja, maar ja, het is niet een algemeen recept. Een algemeen iets. Ja, nee, recept is totaal verkeerde woordkeuze. Nee, ik zou andere kant. Het is niet iets algemeens wat je eet. Veel mensen eten het wel, maar het is niet iets wat je zegt. Nou, dat ga ik vanavond eten ik met aardappels en groenten erbij. Het is maar niet los. Het is bijvoorbeeld een sausje of zo. Nee. Dus wat je ergens bovenop gooit. Nee. Maar je kan het wel eten. Ja, andere vragen. Je kan het eten, maar denk anders. Maar het is niet zoiets als een taart. Hallo, ik kan het gelijk eten. En dit ligt ook niet bij het vers. Moet je het maken? Juist. Ja. Zit het ergens in een pak of zo? Ja. Ja. Een verpakking. Maar ik ben niet in de supermarkt te koop. Oh. Jawel. Overal. Ik heb je op nooit in de supermarkt zien. Maar misschien ook omdat ik er nooit naar kijk. Ik ga de hele. Maar ik zie je überhaupt nooit in de supermarkt. Waar ik je dat nooit heb gevonden. Leef ik? Ja. Leuk. Ben ik een dier? Ja. Oh, wat vind je toch van? Moet ik hem openmaken? Nee, komt wel goed. Ben ik vies om te eten? Nee. Ik blijf uit. Laat maar. Ik kom uit een dorp, hè? Nee, ik heb het nog nooit gegeven. Nee, dat kan echt niet. Hoezo niet? Nooit biertjes openmaken met je tanden. Niet doen, maar mensen die uit een dorp komen, je weet al. Ik maak hem het liefst voor jullie. En als je uit een dorp komt, moet je niet zeggen, jij bent al. Leef je. Dat ook. Ja, dat ook. Ben ik, maar ik maak hem het liefst voor jullie open met zo'n ding. Nee. Ook met je tanden? Nee, zo'n ding. Nee. Hoe heet zo'n ding? Je ziet het elke dag. Ja. Opener. Ja, goed zo. Ik wou kurkentrekker zeggen, dat is niet. Is het een kruid? Nee. Nou nee, want ik leef. Ja. Ja, kruid leeft toch ook? Of heb je buskruid in je hoofd? Geen bier valt, maar kruid valt. Ik ben een insect? Denk jij weer aan. Nee, van ja, hallo, wat ben ik nou? Geen insect. Ben ik een huisdier, een kat of zo? Nou, nee. Sommige mensen wel. Ja, goed. Dan dwaalspoor inderdaad weer. Roy wil te zwart-wit hebben, die kan er niet tegen. Eén keer niet. Nee, ik ken niemand die dat in mijn ja, maar mij gewoon niet aan. Jij wilt gewoon, jij wil niks met dwaalsporen of verkeerde been zetten. Ja, een vogelsoort, ja. Ben ik een papegaai? Nee, je komt wel in de buurt. Ben ik een kraai? Iets minder exotisch. Aan. Lekker om te eten. Oh, lekker om te eten. Een sprinkhaan. Wat? Ja, dat is een lekkere vogel hoor. Nee, een sprinkhaan vliegt niet. Kun je wel eten, maar wat is nou lekker om te eten? Dat klopt trouwens. Er is toch niks wat vliegt wat lekker is? Jawel, je hebt wel vliegende sprinkhanen. Zeker ik een eend! Oh! Ja! Ja, je bent een eend! Ja. Oh my god. Nou, de enige die dus een shotje heeft moeten nemen is Roy. Ja, dat is ook niet eens wat verloren. Nee. Ja, niemand heeft verloren. Ik had hem gewoon goed. Nee, ik had hem gewoon goed. Zo. Marijn, hunten! Bokke wilde zo graag dansen met Marijn. Ja. Waarin dat jij gelogen? Okay. En wij gelukkig waren! En uw leven weer voor mij is! Oké, Als het altijd weer vrij is! Met Marijn. Dat vindt ze leuk. Ga heel even dansen. Kom, heel even. Hey, publiek, blijf eens klappen. Oh. Zo, Roy, gaan we boodschappen doen? We gaan even lekker naar de supermarkt. Ja, daar mag je nou niet meer in rijden natuurlijk, hè? Wat dan? Nee, dat wordt hem niet. Nee. Dames, jullie moeten even van de master leren hoe jullie moeten lopen. Oké, vertel. Roy, leg het even uit aan de dames. Shirtje strak. Ja, dat is belangrijk. Strak. Ja. Check, ja. Dat ziet er heel goed uit. Ja, oké. Dan één hand. Zit je nou te flirten? Nee, dat zou ik nooit doen. Dan één hand in de rechterzak. Ja. Maar ik ben links. Het liefst rechterhand, dat is het beste. Okay. Ja. Zo. Ja. En dan duim eruit. Dus duim eruit. Ja, dat zie je toch? Ja. Dan heb je het linkerhandje. Ja. En die beweegt een beetje zo met je mee. Ja. Van voor naar achter. Ja. Okay, ja. Dan de voeten een beetje naar buiten. Ja. Een beetje? Jullie moeten het ook op je hakken doen, hè? Ja, dat kunnen wij. En dan beweeg je dus gewoon zo naar voren. En dat handje dat wiebelt gewoon een beetje vanzelf met je mee. Ja, dat kunnen wij. Oké, ready for action. Ik doe hem één keer voor. Oh, iets meer met de borst. Heel ja. Sexy, iets meer met de borst. Ja. Oké. Ja. Ja? Maar dit is wel de ultieme alpha male move, hè? Ja.
Dat handje? Het handje is dat handje is iets te staan. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, okay. Zo, dus gewoon even rustig. Oh ja, oh ja. Snap je? Bij jullie is het nog iets te veel. Ja, ik. Oké, check. Ja. Ja. Maar jij loopt ook helemaal zo. Ja, weet ik veel. Ja, voor mij voelt het heel normaal zo. Maar dit is een normale loopje, hè? Ja, oké. Okay, iedereen mee op de rooitrein? Ready for action and go! Jij hebt hem! Zo oncharmant te pakken, hè? Nee joh, het ziet er hartstikke goed uit. Behalve als jullie lopen. Oh, je hebt toch een houding gefixt, was lastig, maar... Roy, nou, dit is toch goud? Ja? Ja, ik had het gedaan. Nou, doe het dan ook. Ja, maar jouw nummer heb ik al. Mijn, hè? Jawel, toch? Oh, nee! Oh, nou, time to shine, bro. Shit. Oké, vraag zo. Hij is nu even de high class. Weet je wel, hij is nu... Zit nu nog in mijn rol, zo meteen een duik eruit, ja? Ja, oké, dan durf je het aan. Zo, Roy, dit is een soort groente, dat gaat toch lekker mee, hè, op de beat? Even boodschapjes gedaan, ja, jongens. Ja, even naar huis. Goed, hè? Doen we de normale Roy lopen of de... We moeten wel de normale Roy lopen. Ja, Daan, wat vinden we hier nou van? Dat is ongelooflijk. Ja, dit is charmant, hè? Dat is toch fantastisch? Ja, joh. Oké, maar Roy... Ja, ja. Maar Roy is... Ja, Roy is een kontje. Ongelooflijk. Als jij brood was, had je dus je kontje. Ik had Daan meegenomen en ik zei al, ja, bereid je alsjeblieft voor heel veel foute woordgrapjes. Ja, nou, here we are. Thank you. Zo, goede klok. Oh, wat een lekker nummertje. Zo ook een dansen. Doe maar. Natuurlijk zit Okker er zo bij. Hey! Natuurlijk zit jij er zo bij. I walk the show, I don't give a shit, bro. Op Dos op telefoon? Let's go. Ja, ja, dan heb ik de foto. En ik ga je over Oké, okay, Marij moet een foto maken. We gaan een spelletje spelen nu. Roy moet een sexy pose aannemen. En dan moet Marij een foto maken. Roy is sexy. Iets oud. Kan je shirt een beetje omhoog trekken? Die lacht. Ik ga weer stuk omhoog gedaan. Mag ik eens zien? Ik heb het nog gezien. Hey, Okke. Okke, zal ik op een story zetten met niks erbij? Ja. Mag ik nou een kopje melken, ja? Bye bye. Nee. Nu al? Ik kan niet meer. Oké, dan mag je kiezen of deze. Zal ik hem echt op mijn story zetten zonder caption? Ja. Dit lijkt bijna een rood stringetje. Ja! Ja! Ja, maar ik wil het zeker weten dat ik het echt draag of dat niet. Oh, wat een boom! Ja, Roy, en nou die geelworst eruit ook, hè? Ja, heel ongelooflijk. Roy, zet hem op! Dat je het zegt. Ja. Het lijkt gewoon echt zo vergeleken met mijn lichaam gewoon. Goh, ik ga hem nu posten. Het lijkt buiten de houding. Alsjeblieft. Twee keer gratis mee. Hij wil hem niet geven. Hij wil hem niet geven. Ja.
Nou, ja, mag ik kapot. Okay. Als het nog 5 kilo zwaarder was, had ik gezegd nee. Ga je hem laten posten? Ja, boeien begrijpen. Interesseert mij. Oké, okay. Okay, nou film even een poster. Ja. Dit vind ik geweldig dat je dit doet. Ja, dit is in mijn rol. Echt niet. Ik zal er gewoon niks bij zijn. Ik ga mijn telefoon even in de gaten houden op DM's. Maar wel de goeie, hè? Wel de goeie. Welke is het? Welke ga je nou doen? Dit is allemaal gebruikt. Nee, nee, niet die. Die ene dat ik moet lachen. Die. Ja, die. Want daar kan je ook wat leuks bij zetten, snap ik bedoel? Ja, maar ik vind die andere eigenlijk leuker. Ja, maar dan heb je pech. Oké, die is ook goed. Ik wel maar wat is het überhaupt voor onderbroek? Een soort zeeman. Dan moet ik het laten zien. Zeeman. Een soort klein zeemanachtig. Ja, dit gaan we dit ook vloggen. Ja, hij staat toch al online. Dit is die soort van striptease waar we mee gaan. Ja, die foto staat toch al online, dus iedereen kan het zien. Gaan we het echt doen? Nee. Ja, hij staat toch al online. Willen jullie nou een OnlyFans zien? 20.000 likes op deze vlog. En dan ga ik erover nadenken. Fijne Koningsdag! En hij staat erop. Oh, wat heb jij maar laten lachen? Ja. Oh, dit zit me geen rol, dat zeg ik wel vaker dan mijn gereden. Dit is heel goed, man. Maar deze. Ik leef gewoon. Ik leef helemaal niks. Maar stop hem een golfrem het liefst in een hol. Ja, het is echt spelletjesdag vandaag. Kijk eens even, we gaan potje Jenga Boys versus Girls. Ja, jullie worden ingemaakt zo. Jammer even te storten. Ja, dat denk jij. Nee, ik heb de vorige keer gewoon gewonnen bij de Onder de Tuin. Hoor. Ja? Wow. Nou, Roy, laat maar zien wat je kan. Ja. Jij bent aan de beurt, hoor. Ik heb Don, jij bent aan de beurt. Blokje weggehaald. Wie wilde de beurt? Mag je dit doen? Ja, als alles maar met één hand is. Met één hand kan je heel ver komen. Handig. Bij Jenga. Ja, maar kijk hoe ik daar met hand is. Wie de fuck heeft dit zo raar neergelegd dat je hem in het midden moet leggen? Dat weet ik allemaal niet, Don. Nee, helemaal niet. Dat is jouw schuld. Helemaal niet. Ja, maar kijk, ik denk dus dat dat wel los is. Ja, maar je mag dus voelen met één hand. Oh, je mag voelen met één hand? Ja. Oh, ja, maar dit is nou een knijtervars. Moet ik dan deze maar doen? Nee, dan moet je gewoon even voelen. Zelf, als je maar met één hand doet, kan je zelf voelen welke los zit of niet. En die moet je dan perfect bovenop leggen zonder dat het toch wat omvalt. Wat de hel? Zij is mini. Eén hand. Ze is mini, dit is oneerlijk. Waar rij jij in dan, een mini? In een Twingo. Oh. Hoppa. Oké, okay, nou. Hé, hey, waarom? Jij legt ze zo neer, maar. Eén hand, hé. Sorry. Ja, maar we zijn veel kleiner. Nou, en we pakken wel een krukkie of zo. Ja. Er staat daar letterlijk een krukkie. Oh ja. Nou, we gaan even lekker potje Jenga's krijgen. Ja, deze gaat niet lang overleven hoor. Kijk hoe scheef die staat. Ja, hij is zo dronken. Oh, Daan, jij bent of niet? Oh, nee. Nee, Don is. Dit is een tactiek, zoals je ziet. Oh. Oh. Hey, pas op voor mijn krukkie. Ja, pas op voor de kruk, hoor. Ik ga er lekker bij zitten. Ja, maar hier kom ik echt niet meer bij. Nee, maar je hebt je krukje. Ja, ik kom ook wel niet meer bij. Geef je wel een pootje. Eén hand, hè? Hoppa. Hoppa, Don. Don de man. Hoe noem je dit op school? Handarbeid. Zo, dat doe jij. Smooth. Ja, ik kan wel wat mee. Krukkas. Hoppa. Nog niet eens. Maakt hij weer een grapje, want je niet snapt. Nee, hè? Nee, dat dacht ik al. Oh, damn. Wat zitten deze twee nou te smoetsen? Wat zitten jullie allemaal te smoetsen? Nou, je bent zo mini naast dat ding. Hoe lang ben jij? 1,62. Ben jij 1,62, ja? Ja. Damn. Ik wil even een fotootje van jou. Ja, maar nou. Oh? Ik heb mijn telefoon niet bij. Oh, wat? Kijk. Nee, dat gaat fout, denk ik. Ja, je moet nu wel. Ja, eenmaal bewogen. Kijk, Daan, dit kan jij.
Ik neem even je vlog over. Ja, dat is helemaal goed. Oh shit, look at you. Wacht, nee, pak je kruk. Pak je kruk. Oh, je zit waarschijnlijk op een barkruk. Ja, dat denk ik ook. Met die te grote slippers ook. Die slippers zijn gewoon 5 maten. Ja. Ik helemaal fucked. Ik zei net ook wat te graag. Oh. Hij staat aan. Hou hem vast. Weet je wat dit betekent? Oh, dat wij hebben gewonnen. Oh, no. Maar zijn jullie feministisch aangelegd? Ja. Oké, dan heb ik... dan hou ik mijn grappen voor me. Nee, ik vertel ze straks wel. Met die op camera. Ja, ruimen jullie het op, dan gaan wij naar binnen. Ik zeg nog een potje. Ja. Andere teams. Oké. Okay. Dan blijft het ook voor jullie een beetje leuk. Fijn dat wij een team hebben. Hoezo? Nou ja, dit ging toch niet heel best. Nee, maar die toren was een scheef gebouw. Oh, oké. Okay. Dus dan bouwen jullie hem opnieuw op en dan gaan we een nieuwe team vinden. Willen dat wij dan winnen? Oké, let's go. Okay. Leuk. Zie je, dus eigenlijk wat ik zei, maar dat laat jij ze nu doen. Gaat wel moeite drinkt. Ja, maar ik ben recht door zee, maat. Ik had beter een matroos kunnen worden. Ja, doe je goed. Best geregeld. Ik heb nog nooit een Jenga-toren gezien die zo scheef staat als deze. Nee. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat is onmogelijk dat ik ooit wel eens... Kijk dan. Oh, hij gaat echt heel bijna. Als je dit clutcht, dan is het echt... Ja, nee, oké, ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Thank you. Ja. Brian, goed gestreden. Goed gestreden. Mag ik hem nog terug? Jawel. Ja, met pijn. Pijn. Oké, okay, dames en heren, dat is de hoog. Wat een gouden Koningsdag. Gewoon thuis blijven. Hebben we zoveel lol gehad. Ook is uiteindelijk nog Leiden ingegaan. Wij zijn nog lekker hier gebleven. Flink lopen, doortappen. In ieder geval helemaal naar de ratten. Ik hoop dat jullie ook allemaal een superleuke Koningsnacht en Koningsdag gehad hebben. Dat jullie lekker gefeest hebben en genoten hebben van de lekker Hollandse dag, zou ik zeggen. Ja, een echte Hollandse feestdag. En anders niks. Morgen gaan we Raymond van Barneveld supporten. Dus wees er morgen om 5 uur bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. Tom zit alleen maar bij mij te kijken.